Van Bozi naar Halsteren, aflevering nummer 25 van Bozi Maize Farms in Tanzania, met als titel Van de buren moet je het hebben. De periode van watertekort en stroomstoringen is gelukkig weer voorbij. Al met al heeft het bijna 3 weken geduurd, maar het went. Toch blijkt nu dat het makkelijker is om zonder elektriciteit te leven dan zonder water. Toen eergisteren de generator was gerepareerd en na het proefdraaien de onderwaterpomp in werking werd gesteld, klonk het klateren van het water in de lege voorraadtank als muziek in onze oren. Iedereen op de farm was er blij mee. Eindelijk kon men zich weer wassen. 'S Avonds hebben we ook weer gedurende een aantal uren licht en om 11 uur gaat dat uit, want we willen de generator sparen, zolang we er maar 1 hebben. Na 11 uur slaapt toch iedereen en wie dan nog niet slaapt, kan het ook wel zonder licht af. Ondertussen worstelen we nog steeds met de maïsoogst. Het is nu 10 september, terwijl we dit schrijven, en we hebben omstreeks 500 hectare gedorsen. Er wachten nog 360 hectare. De snelheid waarmee gedorsen wordt is opgevoerd. We hebben ook weer de beschikking over meer werkvolk. We moeten er wel veel voor doen. Iedere morgen sturen we een aantal vrachtwagens naar de omliggende dorpen. De mensen die willen helpen bij de oogst kunnen dan mee naar de farm. Het is zuiver op vrijwillige basis. Hij of zij die komt verdient 17 shilling per dag en wordt 's middags ook weer netjes naar huis gebracht. Dat is noodzakelijke service van de zaak. We hebben geen keuze. De oogst moet binnen worden gehaald op tijd en daarnaast komen de mensen via het verplichte systeem uit de Ujamaa-dorpen. Het zijn vaak dezelfde mensen, alleen 1 of 2 dagen per week komen ze via Ujamaa en de andere dagen als zelfstandige dagloner. Ook het transport van de gedorste maïs naar Vwawa, waar het depot van de National Milling is gevestigd, kunnen we zelf niet meer. De Ujamaa-dorpen in de omgeving beschikken allemaal over een vrachtwagen en hun wagens transporteren nu tegen betaling een deel van onze maïs daarheen. Nog nimmer heeft ons bedrijf zo'n beroep moeten doen op de omgeving. Op zichzelf is dat wel aardig, maar van de andere kant heeft het ons in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd die gemakkelijk tot chantage of uitbuiting kan leiden. In de toekomst zal er ongetwijfeld een moment komen waarop er een beslissing genomen moet worden of we het bedrijf nog verder moeten uitbreiden tot 2000 hectare. De grond daarvoor is al aangekocht, maar nog niet ontgonnen. Wanneer we echter de oogst niet naar voldoening kunnen mechaniseren, dan zitten we mooi knijp. Dit jaar hebben we 860 hectare maïs in totaal en voor het nieuwe zaaiseizoen gaan we er nog eens 125 hectare aan toevoegen. We kunnen het allemaal wel aan, alleen de oogst niet op een manier zoals het hoort. Nu hebben we gehoord dat men in Zimbabwe een machine heeft die speciaal is ontworpen voor lange, robuuste hybride maïs zoals we die in Afrika kennen. Het is een product van Massey Ferguson en het schijnt dat het apparaat in Zuid-Afrika gemaakt wordt. Op zichzelf is dat wel een bezwaar, want dat kan natuurlijk nooit een goede tussenhaakjes machine zijn in dit land, want ja, we weten het, toen heerste daar nog volop apartheid. Gelukkig dat die oogstmachine wel in Zimbabwe wordt gebruikt en we gaan nu op korte termijn samen met de manager een bliksembezoek brengen aan Zimbabwe om te onderzoeken wat er van die verhalen precies waar is. We hopen op tijd te zijn om er de oogst in ogenschouw te kunnen nemen, zodat we zelf in de praktijk kunnen beoordelen of het een oplossing voor onze farm zou kunnen betekenen. Er is eenmaal per week een vlucht van Dar es Salaam naar Harare via Air Tanzania. We kunnen ook over de weg met de auto gaan, want in feite zitten we hier op de farm maar 1500 kilometer van Harare verwijderd. Wanneer we vliegen, dan moeten we eerst 1000 kilometer terugrijden naar Dar es Salaam. En we zijn er nog niet uit, maar bij nader inzien zijn we toch met de auto gegaan. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we omstreeks het einde van september een heel eind door de hoogste heen zijn. Maar we zijn dan wel dik 4 maanden dag in dag uit met de oogst bezig geweest. Veel te lang. Inmiddels zijn we ook alweer aan het ploegen. Alle kunstmest moet nog vanuit Dar es Salaam komen, maar het schijnt dat er momenteel geen triple super in het land te verkrijgen is. Ook is er tijdelijk een tekort aan herbicide. Maar er is weer volop diesel. Daar staat dan helaas weer tegenover dat in het land geen rol toiletpapier meer voorhanden is. Van Bouli, onze collega, hebben we nu geleerd hoe ze dat in Indonesië doen, waar ze nimmer toiletpapier gebruiken, maar dan moet je weer wel water hebben natuurlijk. Het is wel oorlijk dat, terwijl we dit nu lezen, in 2020 we nog maar net een grote hamsterwoede achter de rug hebben van toiletpapier en dat was dan weer
in verband met de coronacrisis. Beste luisteraars, dank u. Schrijf Kouter.